Welkom bij een nieuwe aflevering van de enige echte NC Dating Show, The One That You Want, waarin kandidaten op zoek gaan naar ware liefde. Tijdens een stomende rit in deze gloednieuwe BMW The One leren de kandidaten elkaar beter kennen door middel van challenges. Deze week heeft de liefdesredactie haar pijlen gericht op Boy en Chantal. Zullen de vonken er echt van afspringen? We gaan het zien. Oké, moment van de waarheid is daar. Hoe gaat het met de zenuwen, Chantal? Nou, op zich wel, denk ik wel oké. Ish, en bij jou, Boy? Nou, dat is niet echt dagelijkse kost of zo. Nee, oké. Ik zal het dan ook niet te lang rekken. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. Eindelijk dat ding af. Hier ben ik. Hi, Chantal. Boy, aangenaam. Hallo, aangenaam. Ja. Was een eerste indruk? Ja, leuk. Ja? Heel netjes. We gaan ervoor. Ja, ik dacht toch een beetje premium vandaag. Ik dacht wel van wow, dit is wel een beetje mijn merk. Laat ik zo zeggen, we zijn bij BMW, maar ik zeg die date is ook mijn ding. Dus, Toen de blinddoek afging, toen dacht ik echt, ja, wat staat er? Spontaan een nette jongen. Jullie klaar voor de rit? Ja. Begin jij met rijden? Ja, helemaal top. Okay. Sleutel ligt erin, dus succes. Oké, dankjewel. De eerste indruk best wel goed. Allebei blij. Ben benieuwd. Ik vind ze in ieder geval best wel cute. Okay. Oh, lekker. Ik ben op mijn gemak eigenlijk bij. Ja, ik ook. Ik voel me eigenlijk echt nu in één keer heel relaxed. Dus, die zenuwen waren voor... Ja, het was op zich ook, je mag elkaar niet zien, vond ik ook wel weer een beetje precies. Spannend. Maar jij had wel, jij wilde wel lekker, je was echt gretig hè net. Ja. Jij dacht ik wil dat ding afdoen. Ja, nee. Ik ga je vertellen wanneer je dit af mag doen. Ah, sowieso claustrofobisch denk ik. Ja, heb je er last van, ja? Nee, ik vind het niet prettig, nee. Ik werd net gereden met een blinddoek op. Ik denk, ze kunnen je ook zo te water gooien. Oh. Hey, in de armleuning hebben jullie dilemma's liggen. En ik wil jou vragen, Boy, of jij die erbij kan pakken. En dan dat jullie die gewoon een beetje met elkaar bespreken. Nou, komt helemaal goed. Ik ben benieuwd. Oké, top. Veel plezier. Hey. Yes. Bovenop of onderop? In welke situatie? Zo, ja, het kaartje bovenop of onderop bedoelen ze niet, denk ik. Dus, maar er staat echt bovenop of onderop? Ja, bovenop of onderop. Krekel, nee. Ik zeg wel, oké, bovenop. Oké. Ja. Ja, ik zie jou dan ook het liefst bovenop. Ik wilde vooral eventjes met jullie testen hoe goed jullie zangstemmetjes erbij staan. Binnen in mijn hart, binnen in mijn ziel, van binnen. Midden in een droom die ik met je wil beginnen. Je bent binnen. Gas op die lolly of rustig aan? Nou, jij sowieso gas op die lolly, dat is wat te merken. Kijk, wacht hoor, mijn rechtervoet. Gas op die lolly. Nee, uitkijken. Oh, dit is sowieso een heftige rit. Ja, dat is. Oh, helemaal paniek hier. Paniek. Je moet je ook een beetje tegen kunnen hoor, als je met mij omgaat. Nee, ik vind het heel leuk. Ik. Nee. Loco locomotief. Dit is een andere trein. Loco locomotief. Liever altijd je witte bank vol zwarte kattenharen of 3 keer per dag je hond uitlaten? Oh, ik vind echt serieus alle dieren heel leuk, want ik hou van honden en van katten. Maar ik ben wel een beetje allergisch trouwens voor katten eigenlijk. Dat zou ik voor honden uit laten gaan. In de zin van, hoe dan allergisch? Nou, gewoon lekker niezen. Oh ja, precies. Ja. Ik ben echt een beetje anti-katten geworden eigenlijk. Echt? Ik heb het 1 keer gehad, hebben we zo'n... Zo'n beest aangeschaft, maar echt joh. Krabpaal hadden we, maar hij krabt overal aan, behalve aan die paal, dus dat is klaar. Lekker als je losjes doet, kom doe het dan, baby. Waar moest je vandaan komen eigenlijk dan? Winkel. Winkel? Winkel City. Waar ligt dat? Dat heb ik nooit van gehoord. Het ligt bij Schagen. Schagen? Schagen, waar ligt dat? Schagen ligt bij, ergens bij, hier Hoegewaard? Nee, zeg ik nu iets heel verkeerd. Bij Dordrecht ergens. Vlakbij, misschien wel van gehoord. Oh, ik zeg maar vlakbij Heerdegewaard, Alkmaar. Ga je voor lust of toch voor liefde? Nou, ik zou best wel stom zijn als ik nu zou zeggen voor lust.
op een gegeven moment dan sta je er wel voor open. Ja, dan ga je wel voor liefde. Ja, zeker. Ja. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Sowieso liefde. Ik vind het wel belangrijk. Gewoon leeftijd op een gegeven moment. Ja, dan toch een beetje die andere fase. Precies. Levensfase opzoeken. Inderdaad. The one I need. Oh, jij vindt dit. Mooi. Hey jongens, daar ben ik weer. De date zit bijna op zijn einde. Dus ik wil jullie vragen om nog even een laatste vraag aan elkaar te stellen. Iets wat je dus echt nog even van elkaar wil weten. Oké, okay, veel plezier. Nou, vraag jij eerst. Wanneer is onze tweede date? Oh, de tweede date. Ja, yeah, that's a very good question. Okay, heb jij nog gekke eetgewoontes? Ja, appelmoes op mijn pannenkoek. Is dat gek of niet? Dat is gewoon heel lekker. Dat vind ik heel interessant. Of weet je wat ik ook wel eens doe? Want ik vind spruiten zo smerig. Dus daar doe ik gewoon wat pindasaus bij. Dat is lekker. Ja, dan is het echt lekker hoor. Dan moet je echt eens proberen. Ik vind het best grappig. Ik ga het proberen ook, ja. Nou. Zo, die is ingereden hoor. Oké. Okay. Het moment van de waarheid is eigenlijk wel hier. Mm-hmm. Jullie hebben van mij allebei een sleutel gekregen. Die hou je zo achter je rug. Dan ga ik aftellen, laten jullie allebei de sleutel zien. Dan komt er een vervolgdate. Dan gaan wij niet mee met de camera's. En dan krijgen jullie een BMW driving experience op Zandvoort. Heeft één van jullie twee of allebei de sleutel niet in diens hand, dan is het geen match en dan ga ik met deze auto er vandoor. Niet te snel, want we weten dat je een snel jong bent. Ik tel af 3, 2, 1 en dan laten jullie allebei je hand zien. Ja. Yes? Komt goed. 3, 2, 1. Kring. Yes! Oh. Yes, ik hoop dan dat het een match zou zijn. Mag ik de bruid nu kussen? Ja, je mag de bruid nu kussen. Nou ja, eigenlijk zeiden we het al een soort van in de auto. Wanneer is onze tweede date? Dus we hadden al een beetje het idee van, nou, er komt wel een tweede date. Maar ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik sluit me daar weer volledig bij aan. It get on. It get on. Anders noteer je even je nummer in mijn mobiel. Oh ja. Ja, laten we dat even doen. Oké. Okay. Toevoegen aan contacten. Hoppa. Dit gaat helemaal goed komen. Ja, sowieso. Mooi zo. Nou, lekker. Oh, wat is dat? Dit was zo. Deze keer was het gelukkig weer een geslaagde match. Jammer genoeg was dit voor nu wel de laatste aflevering. Heb je nou de vorige afleveringen gemist? Je checkt ze hier op nc.tv in de afspeellijst. Tjoe, 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 tjoe. Stop hoor. Nou, wat zei jij nou? Dit zei je niet over Chantal, toch? Nee. Nee, oké, ik wil net zeggen. Dit moet niet.